voorstelling Ik en Wij Voetbal. Ja, in Museum Spakenburg. Die heet Ik en Wij Voetbal. Dat klinkt misschien een beetje apart. Maar wij zijn eigenlijk uitgegaan van de Week van de Geschiedenis. Eigenlijk afgelopen herfst. Daar wilden we een beetje op voortborduren. En dat thema was Ik en Wij. Dus wat heb je in je dorp wat helemaal van jezelf is? En wat deel je eigenlijk in de gemeenschap? En in Spakenburg is dat toch wel de voetbal. En niet alleen van Spakenburg en IJsselmeervogels, maar ook Eemdijk. Dus daar hebben we aan de drie clubs aandacht besteed in het museum. Ja, want in het museum je ziet inderdaad een verhalen over de rode, verhalen over de blauwe en een klein stukje van de groene eigenlijk. Kan je iets vertellen over, over de rode, de IJsselmeervogels? Ja, IJsselmeervogels, het is heel moeilijk om het te zeggen wat nou rood is en wat nou blauw is en waarom je rood bent en waarom je blauw bent. Dat is voor heel veel mensen een gevoel. En ze zitten naast elkaar, mensen delen dingen van elkaar. Dus mensen hebben in huwelijken soms dat er één rood is en de ander blauw. Het is heel onverklaarbaar. En we hebben heel veel dingen onderzocht hier. We zijn niet helemaal uitgekomen wanneer je nou per se rood bent of wanneer je blauw bent. En wat dan precies dus IJsselmeervogels maakt en wat Spakenburg maakt. Ze spelen beide in dezelfde klasse. Dus hoogklasse voetbal, dat is eigenlijk ook al heel bijzonder voor zo'n klein dorp. Dat er eigenlijk drie clubs hoog voetballen en daar ook al heel lang hoog in voetballen. Dus dat maakt dat we er toch wel graag aandacht aan wilden besteden. De vrouwen in Spakenburg en Bunschoten spelen natuurlijk ook een belangrijke rol. Ja, absoluut. En natuurlijk vooral in de achtergrond en in het verenigingsleven. Want er moeten kantines draaiende gehouden worden, er moet vreselijk veel was gedraaid worden. De jeugd voetbalt natuurlijk heel fanatiek, zowel de jongens als tegenwoordig ook meisjes. En die moeders zijn natuurlijk heel druk in de weer om de kinderen te brengen en te kijken. En zijn vaak ook heel fanatiek. Dus dat is ook een mooi verhaal bekend, hè, van iemand die zei, als jij van een andere voetbalclub wordt, dan kom je hier de deur niet meer in. Dus het is echt wel, onder mannen en vrouwen denk ik wel, die zijn vaak net zo fanatiek. Ja. Ja, en je hebt natuurlijk de krablappen in Bunschoten en Spakenburg. Nu zag ik ook op de foto dat er een bepaalde krablap gemaakt is voor de blauwe. Ja, met de derby wordt er natuurlijk altijd van alles aan creativiteit getoond om te zien voor wie je bent. Dus die krablap die heb ik hier. Dus er is ook een blauwe krablap gemaakt ooit. Fantastisch, compleet met touwtje. Dus dan zit iedereen ook op de tribune met een krablap om. Ja, dat zijn wel geweldige acties. Nou is dit even een blauw voorbeeld, maar er zijn natuurlijk ook wel rode. Dus dat is wel speciaal iets van de derby, zeg maar. Dan maakt iedereen zich helemaal druk. Wordt er van tevoren ook bij mensen thuis zijn er al feestjes en dan worden die dingen uitgedeeld. En dan gaan ze van start. Ja, want de clubs die spelen eigenlijk alleen op zaterdag. Alleen op zaterdag. Ja, dat heeft natuurlijk alles met de kerk en met geloof te maken. En dus er zijn ook maar drie uiteindelijk uit de historie profvoetballers voortgekomen uit Spakenburg. Terwijl er heel goed gevoetbald wordt. Maar goed, die mensen voetballen uit principe niet op zondag. Dus dan zit je aan de zaterdagcompetitie. De tentoonstelling in het museum van Spakenburg, de rode en de blauwe. Jij bent van de rooien. De rooien zijn de IJsselmeervogels. Ja, ik ben inderdaad van de rooien. En trots om rood te wezen, bedoel ik. Ja, en kan je iets meer vertellen over de rooien? Bijvoorbeeld ook wat hier te zien is in het museum? Nou ja, als ik over IJsselmeervogels moet gaan vertellen, dan raak ik haast niet uitgepraat. Maar ja, als ik zie wat hier in het museum staat, vind ik wel erg leuk. Er staan van alles, ja, shirts en oude bekers en... Ja, het geeft een heel leuk beeld van hoe IJsselmeervogels is, maar ook hoe Spakenburg erin staat en hoe het de derby leeft. Dus dat is geweldig. Ja, en u bent van de blauwe al lang? Vanaf mijn 8e jaar ben ik lid van Spakenburg geworden. En dat is ontstaan doordat mijn ome Daan, hij heette Willem, maar bijnaam was Daan. Ja, die heeft mij meegenomen. En dan word je toch met een bepaalde virus besmet. En dat is zo gebleven tot op heden. En ik heb ook blauwe ogen. Dus ja, dan misstaat natuurlijk als je bij de rode bent. Maar ja, die club heeft mij altijd aangesproken. En ik hoop dat dat nog heel wat jaren mag duren. Ja, want ik hoor ook dat je eigenlijk als een rode of als een blauwe wordt geboren. Klopt dat?
het hangt van de familie af. Hè. Dat heb je toch wel dat je zowel ja, of een rode wordt of een blauwe. Maar om een voorbeeld te geven, mijn hele familie is blauw, behalve mijn broer. En ja, hoe dat ontstaan is, maar Joost weet hij. Maar hij is toch naar de rode toe gegaan. Ja, en hoe is dat in de familie? Want dat lijkt me toch niet altijd even makkelijk, of wel? Ja, kijk, hij was natuurlijk in de minderheid. Dus hij werd wel vaak geplaagd. Maar ja, aan de andere kant kon hij nog wel eens zeggen... Hé, IJsselmeervoort is weer kampioen geworden. Ja, en dan stonden wij weer met een bek vol tanden. Ja, want ik zie achter jullie inderdaad een lijst van de stand, zeg maar. En daarin is het toch wel zo dat de rode iets meer gewonnen hebben. Ja, dat is misschien wel zo, maar dat is iets van de laatste jaren. Want in voorheen was het toch echt meer Spakenburg dat won. Ondanks dat IJsselmeervoort in die jaren toch groot succes haalde. Maar de laatste jaren is het echt IJsselmeervoort wat de klok slaat. Dus ja, we zijn de laatste 7 jaar zes keer kampioen geworden. Dus ja, dan mag ik aannemen dat je ook regelmatig eens een derbytje wint. Spakenburg wint er wel eens eentje, maar het is toch echt IJsselmeervoort dat... de beste overwinning had de laatste paar jaar in de derby. Ja, want de derby, dat is toch wel een heel groot iets, hè, dan in Bunschoten en Spakenburg. Ja, dat is het zeker. Als je het vergelijkt in de landen, dan denk je voor een amateurclub, hè, want wij zijn topklasse dan natuurlijk, zoveel toeschouwers. Ja, dat is het eigenlijk heel uniek. Dat er het is eigenlijk een beetje te vergelijken als in Engeland. Dicht bij het veld, het is een sfeer eromheen. Vaak zowel IJsselmeervoort als Spakenburg hebben een ludieke acties. En ja, dat is natuurlijk wel iets aparts voor de topklasse, voor de zaterdag voetbal. Ja. En als je zegt van ludiek, we hebben een keertje een vliegtuigje over laten vliegen. En allemaal wc-borstels kwamen aan een parachute naar beneden. En we hebben scheid aan de buren. Nou, je moet er maar opkomen. Oké, heb jij ook nog zo'n leuke anekdote of niet? Als het om ludieke sfeeracties gaat, heeft Spakenburg, ik vind wel een streepje voor. Maar ik denk dat we het laatste jaar toch weer aardig goed gemaakt hebben. Wij hebben onderlaatst een varken het veld opgestuurd. En die in de kleuren van Spakenburg gespoten. En daarbij een stripverhaal op het veld levendig gemaakt. Dus dat was ook wel weer ludiek. En ja. Daar komen mensen op af. Dat geeft toch een beetje extra... Naast de grote rivaliteit tussen de beide supporterschares, met respect. En die sfeeracties, ja, dat maakt gewoon een heel uniek plaatje, de derby. Ja. En jullie zijn al... In voorbereiding? Ja. Volop. Ja? Wat ben je aan het doen nu? Ja, ik ben voor de sfeeracties al bezig. En het is tegenwoordig zo erg dat het al maanden van tevoren geregeld moet worden. Want er komt nogal wat bij kijken, ook logistiek. En
qua organisatie, qua mensen die het uit gaan voeren. Dus ja, daar wordt even over vergaderd en dan maken we een plan van aanpak en dan gaan we beginnen. Ja, en kan je gewoon kaarten krijgen daarvoor om dat te kijken? De wedstrijd zelf? Ja, er is een voorverkoop en daar kan je natuurlijk je kaarten mee... De voorverkoop is toch al gestart? Ja, maar ik dacht ook op het internet. Ja, op internet ook al. Dus daar kunnen kaarten gekocht worden. Ja. Want hoeveel mensen komen er kijken? Nou, ik denk 8,5 tot 9. 8,5 tot 9. Ja. En de laatste keer toen bij IJsselmeer was op het veld, toen het er echt om ging, toen was het gewoon angstig druk was het toen. Toen was het echt te veel. En nou, ik geloof dat ze nu afgesproken hebben dat er iets van 8000 kaarten verkocht mogen worden. En dan is het ook klaar, dan komt er gewoon niemand meer op. Maar daar tegenover hebben we dan een sporthal. En die is dan helemaal ingericht. En dat is een groot beeldscherm, of meerdere. En daar kan zeg maar degene die niet om het veld kunnen komen, die kunnen dan in de sporthal nog bijwonen, live. Ja, leuk. Dus. Nou, in ieder geval heel erg bedankt en heel veel succes.